Het is een explosie van emoties voor de trouwe Feyenoord Rotterdam fans op deze gedenkwaardige dag. In een verrassende wending hebben we zojuist vurig nieuws ontvangen dat de harten van onze Feyenoord community in vuur en vlam zet. Bereid je voor op extase, want het is met grote vreugde dat we aankondigen dat een cruciaal contract is verlengd. Ja, je hebt het niet verkeerd gezien, beste fan. Deze langverwachte aankondiging zal onze fans zeker in vervoering brengen, omdat het niet alleen de voortzetting van onze glorieuze reis betekent, maar ook de banden versterkt die ieder van ons aan ons geliefde Feyenoord bindt. Dus houd je stoelen vast en maak je klaar om feest te vieren, want mijn hemel, dit is geweldig nieuws dat zeker door het hele voetbaluniversum zal galmen. Voordat we verder gaan, zorg ervoor dat je al geabonneerd bent op het kanaal om er zeker van te zijn dat je altijd op de hoogte bent van al het Feyenoord nieuws. Ik breng je de laatste informatie over onze geliefde club. Laten we beginnen met het eerste nieuws. Vandaag bracht voetbal ons momenten van spanning en bezinning, vooral na de wedstrijd tegen FC Groningen. De woorden van Van der Ende echoen in onze harten, de verontwaardiging over de overtreding op Kalfinstangs. Het uitblijven van een rode kaart en het ontbreken van een VAR-interventie laten ons perplex staan. We herinneren ons de moeilijke reis die Stanks maakte na zijn knieblessure in 2017 toen hij de kleuren van AZ droeg. De tranen in zijn ogen zijn niet te negeren en coach Arne Slot spreekt de wens uit dat het slechts een voorbijgaande schok is, maar erkent de onzekerheid die boven de situatie hangt. Arne Slot, die Stanks reis van blessure naar herstel van dichtbij meemaakte, deelt zijn gedachten. Hij herinnert zich de omvang van Stanks talent voor de blessure en zijn eigen persoonlijke ervaring met blessures. Slot spreekt de wens uit dat Stanks deze moeilijke periode te boven komt en kan blijven schitteren op het veld, en vraagt of het niet weer een ernstige blessure wordt. Ondertussen is er ook positief nieuws, Sauers contractverlenging bij Feyenoord. De jonge Slovaak is dankbaar dat hij bij de club is gebleven en benadrukt zijn groei sinds zijn komst. Dennis de Kloes' bemoedigende woorden weerspiegelen het vertrouwen dat hij heeft in Sauers talent en potentieel, terwijl hij zich blijft ontwikkelen en een bijdrage blijft leveren aan het eerste elftal. Sauer deelt zijn enthousiasme voor het leren van zijn collega's en tegenstanders en benadrukt vooral Hankos positieve invloed op zijn reis. Vergeet niet een like achter te laten. Het is met hoop en vastberadenheid dat we naar de toekomst kijken, vol vertrouwen dat onze club de uitdagingen zal overwinnen en zal blijven schitteren op de Nederlandse velden. Samen zijn we Feyenoord.